Gaat dit boek ervoor zorgen dat jullie eindelijk een keer weer de verkiezingen winnen? Nou, ik weet niet of dat alleen het boek gaat doen, maar ik hoop dat het daar natuurlijk wel een steentje aan gaat bijdragen. Ja, kom aan. Wat was je doelstelling met het boek? Het doel van het boek is vooral toch goed opschrijven waar wij als SP staan. Ik krijg best wel vaak te horen, ja, jullie zijn overal tegen, maar wat wil je dan wel? Nou, het is wel fijn dat je dat in een boek kunt opschrijven. En ook, ja, het gaat vaak over links, en de SP is natuurlijk links, maar wij zijn wel anders links, denk ik, dan andere linkse partijen. En dat heb ik geprobeerd ook in het boek op te schrijven. Ja, van, ja, wat dan de positie van onze partij is. Het verschil met GroenLinks en PvdA. En wat je doet in het boek is, je probeert het neoliberalisme het laatste zetje te geven. Juist, ja. Dat is ambitieus. Ja, maar wel tijd. Ja, is het zo? Ja. Waarom? Nou, ik denk dat de generatie van nu, die eigenlijk niks beters meer weet dan het kapitalisme, het neoliberalisme, die kan geen huis meer kopen, is veel te duur. Gaan van onzeker contract naar onzeker contract. Als het gaat over de zorg voor je ouders, dan is het steeds meer, ja, als je het je kunt permitteren, dan kun je het goed regelen. Maar als je afhankelijk bent van het verpleeghuis op de hoek, dan kom je op de wachtlijst. Klimaatverandering, senioren. Het is allemaal de schuld van neoliberalisme. Het is dus, nou ja, het is wel op het moment dat je dat aan de markt laat, dan worden de problemen alleen maar groter. En dat is natuurlijk ook wat heel veel mensen zien op dit moment. De overheid laat ook zien, toeslagenaffaire bijvoorbeeld, alsof dat zo goed dat is gegaan. Dat is een heel terecht punt van jou, maar dan gaat het over wat voor overheid wil je. En dit is een neoliberale overheid. Dat klopt, dat is een overheid die uitgaat van het wantrouwen in mensen. Als je toeslagen nodig hebt, meneer Royakkers, dan zult u wel een loser zijn. Dat is deze neoliberale overheid. Dat is de grondhouding van dit kabinet. Ja, en die heeft deze overheid gecreëerd. Dus we moeten naar een andere overheid. Een fatsoenlijke overheid. Socialistische overheid? Die, wat mij betreft wel. Maar toch geen communistische overheid? Nee. Je raakt het bijna. Maar ik vroeg me ook tijdens het lezen van het boek ook af. Je zei al, de jonge mensen zijn niet anders gewend. Maar vind je de kiezer nou onwetend of dom? Beide niet. Nee, beide niet. Absoluut niet. Nee. Ik probeer juist in het boek uit te leggen dat ik heel wel begrijp dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de politiek. Want neem nou gewoon afgelopen periode, noem nou eens één probleem wat is opgelost in Den Haag. Er komen alleen maar problemen bij. Ik heb deze week, hadden we in BNR's Big Five, een ander programma dat ik presenteer, ging het over advies aan Rutte. Hadden we 5 deskundigen op 5 grote thema's, bijvoorbeeld migratie of stikstof. En eigenlijk overal was de conclusie, het kabinet doet niets anders dan problemen vooruitschuiven of geitenpaartjes zoeken. Klopt. Ja, dat klopt. Leendert zie je kijken. Ja, dat klopt ook. Maar jij zei van, noem één ding. We vragen het Rutte natuurlijk heel vaak. Ja. En dan noemt hij in ieder geval, werkeloosheid is laag en de economie draait als een tierenlier. En wat wil jij in het boek doen? Je zegt, die economie, ja, dan moeten we, zoals we er nu over nadenken, daar moeten we vanaf. Die economie moet weer van de mensen worden. Exact. Het moet om mensen Dit gaan. Is de essentie. Want het gaat inderdaad heel goed met de economie. En dan kan je zeggen, nou, goed gedaan, Rutte. Maar het grote probleem is dat heel veel werkende mensen en gepensioneerden daar niet van profiteren. Maar de SP gaat het afbreken economie, zometeen. Nee, deze SP gaat het zeker niet afbreken. We gaan toe naar een eerlijke economie die wel werkt voor iedereen. Nu is het zo, dat was vorige week nog weer nieuw onderzoek. Weer is het zo dat er van alles wat er bij elkaar verdiend wordt in Nederland, en dat is inderdaad veel, dat klopt, we worden veel geld verdiend, dat er een steeds groter deel gaat naar de aandeelhouders en een steeds kleiner deel gaat naar werkende mensen. En mensen pikken dat op een gegeven moment, denk ik, niet meer. En dat vind ik ook terecht. En tegelijkertijd, want ik snap deze analyse en ik snap ook wat er gezegd wordt over het kabinet. Tegelijkertijd verwacht je dan een enorme groei, bijvoorbeeld in de peilingen voor de SP. Gebeurt niet. Maar dat heeft, denk ik dus, probeer ik in het boek uit te leggen, wel met meer te maken. En dat heeft er voor een deel ook mee te maken, wat voor oplossing heb je dan? Dus oké, wat voor economie zien wij dan voor ons? Dat probeer ik in het boek natuurlijk voorstellen voor te doen. Om in ieder geval voor te zorgen dat er bijvoorbeeld winstdeling komt. Dus als grote bedrijven veel winst maken, dat dat voor een deel ook onder de werknemers verdeeld wordt. In plaats van alleen onder de aandeelhouders. Democratisering van bedrijven, zeg je. Ja. En dan heb je het vooral over grote bedrijven. Ja. Maar we hebben natuurlijk heel veel MKB'ers in Nederland. Ja. En werken hartstikke hard. Moeten ook in box 2 inleveren. Moeten zometeen ook, als de belastingen verhoogd worden, extra belasting gaan betalen. Nou, niet als het aan ons ligt, hè. Wij zijn juist als een van de vooroordelen, denk ik, die probeer in het boek ook te ontkrachten. Dat het beeld van, nou, de SP die wil altijd alleen maar meer belastingen voor iedereen. Nou nee, we willen juist liever minder belasting voor bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld voor mensen. Maar inderdaad wel meer belasting voor mensen die bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen, miljonairsbelasting, kapitaal, groot kapitaal, mensen die veel huizen bezitten. Ik zie nu Karen in de rode jurk. Grote bedrijven met gigantische winsten. Over belasting voor miljonairs en zo. Ze heeft het nog steeds niet over mij, hoor. Oké. Jij bent een zzp'er. Lilian ook iets aan. Nee, ik ben een kleine MKB'er. Kleine MKB'er. Kom. Oké. Ja. Wat vind je van het verhaal van Lilian tot nu toe? Nou, moet je luisteren.
Weet je, ik heb gelukkig geen verstand van politiek. En ik heb een hele goede boekhouder. Dus die laat mij gewoon volledig met rust als het gaat om geld. Wat je natuurlijk ziet is dat de MKB het heel zwaar heeft. Dat de inflatie heel zwaar drukt op de kleine mensen. En zeker de mensen met de kleine beurs. En je voelt gewoon dat er iets uit balans gaat. Daar ben ik het volledig met Lilian eens. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen... Want je zegt van, ik heb geen verstand van politiek. Maar ik denk iedereen heeft verstand van politiek. Ja, maar de logische conclusies trekken is natuurlijk een ander ding. Jawel, maar... Ja, je kan ook zeggen, weet je wat, we schaffen alles af. En iedereen krijgt 1000 euro. Dat zegt het World Economic Forum, geloof ik, ergens. Dan denk ik, oh, dat is ook een optie. Huh? Ja, dat lijkt mij dan inderdaad een minder goed idee. Ja, dat lijkt mij. Nee, dus hoe geef je een incentive waardoor mensen willen presteren... en tegelijkertijd zich verantwoordelijk blijven voelen voor de ander? Want inderdaad, de ondertitel van het boek is natuurlijk... de radicale democratisering, omdat het beeld... is mijn idee vaak van de SP ook is van... ja, jullie vinden dat de overheid maar de oplossing is voor alles. Ja. Dat kwam hier net ook ter sprake. Maar dat denk ik dus eigenlijk niet. Maar ik denk dus dat het wel meer zeggenschap voor mensen... of het nou over de economie is... Wat betekent meer zeggenschap voor mensen? Nou, concreet voorbeeld. Als je nu in de zorg werkt bijvoorbeeld... dan moet je indicaties aanvragen... als er iets met je cliënt of je patiënt gebeurt. Valt diegene dan? Oma breekt de heup, moet er weer een nieuwe indicatie komen? Dat zorgt ervoor dat er veel minder werkplezier is. Dat zorgt ervoor dat het veel duurder wordt, de zorg. Want er zijn allemaal mensen mee bezig. Maar het zorgt er ook voor dat zorgverleners... geen zeggenschap hebben over hun eigen werk. Terwijl er nu een ontzettend tekort is natuurlijk bijvoorbeeld aan zorgpersoneel. Dus ik denk, ja, laten we ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt. Maar ik geloof ook dat de zorg er beter van wordt... als we het overlaten aan mensen die er verstand van hebben... in plaats van mensen achter een computer. Kijk, dus en ik denk dat het er goedkoper door wordt. Ja, en die zegt de tekorten in de zorg... een van de oplossingen daarvoor zou kunnen zijn arbeidsmigratie. Maar daar is de SP weer echt op tegen. Ja, en dat heeft weer veel met die economie te maken. Dat op het moment dat je eindeloos goedkope krachten uit het buitenland... hierheen kunt halen om hier goedkoop te werken... dat die lonen niet omhoog gaan. Even los van waar moeten deze mensen wonen, Leendert. Er zijn nauwelijks huizen op dit moment. Dus we kunnen nog wel meer mensen hierheen halen. Het komt allemaal goed. Ja, nou. En die bedrijven moeten ook gebouwd worden. We hebben een tekort op de arbeidsmarkt... om zowel de energietransitie, bouwen van huizen... Mm-hmm. in de zorg, in het onderwijs, hogere lonen. Er komen niet automatisch meer mensen doorbij. Je hebt toch echt die arbeidskrachten nodig. Dus we zullen het werken bijvoorbeeld in de zorg aantrekkelijker moeten maken. Nu is het al zo dat de zorgopleidingen zitten... Het is echt wat zegt, arbeidsmigratie blijft een jet voor de SP. Nou, wij willen het reguleren. Dus we zijn niet tegen arbeidsmigratie. Misschien heb je wel een deel arbeidsmigratie nodig. Maar nu, voor jullie beeld, is het totaal ongereguleerd. Dus werkgevers kunnen ongebreideld mensen hierheen halen. Er was ooit de staatssecretaris van Sociale Zaken. Mm-hmm. Begin 2000. Zijn naam was Mark Rutte. Ja. En die voorspelde dat er in 2030 pak een beet 44.000 arbeidsmigranten in Nederland zouden zijn. Hoeveel zitten we nu? Ruim 800.000. Ja, het gaat richting 900, een miljoen. Ja. Even voor het beeld. Dus al die, ook die rechtse partijen, die praten over grip op migratie. Dat is gewoon onzin, want hier willen ze niks aan doen. Want dit raakt de grote bedrijven, de grote distributiecentra. Want daar moet je het aan denken. De grote slachterijen, waar dan veel Polen, Bulgaren aan het werk worden gezet. Ja, ik geloof niet dat dat de oplossing is. Even los van, er wordt niet geïnvesteerd in die mensen. Ze worden slecht gehuisvest. Ze hoeven niet de taal te leren. Want allemaal binnen de EU. Dus ze kunnen niet meedoen in de samenleving. Ja, is het ook niet een probleem dat dat geld dat zij verdienen... wordt natuurlijk meteen naar het thuisland gestuurd? Ja, dus voor een deel wel. Dus er wordt niet hier geïnvesteerd. Wat ook logisch is. Want bijvoorbeeld het minimumloon in Polen ligt 3 keer lager dan hier. Het minimumloon in Bulgarije ligt 5 keer lager dan hier. Dus als jij hier het minimumloon verdient... drukt dat hier de kosten enorm. Goedkope arbeid. Gisteren Klaas Knop nog weer bij Nieuwsuur, die dat ook zegt. Nederland staat bekend om de goedkope arbeid. Ik ben wel echt fan van Nieuwsuur, hè? Nu noem je het weer. Oh, sorry. Kan ook een keer naar BNR verwijzen. BNR, ja.